uiteindelijk als je heel goed leert en je uiteindelijk een eindexamen gaat doen en die haalt, dan krijg je een heel mooi diploma. En dat is iets wat goud is, zeg maar. Dit is Project Comeback met vandaag een life skills sessie hier bij het Montessori College in Eindhoven door tophockeyster en meervoudig Olympisch kampioene Liedewij Welte. Tien weken voor de Spelen raakte ik heel erg geblesseerd. Een blessure waar 6 maanden voor staat. Ja, waaraan? Mijn hamstring. Dus je spieren van je hamstring, de uiteindes daarvan zijn pezen. En die hechten eigenlijk een spier aan het bot vast. En mijn pezen waren alle 3 kapot. De laatste minuut van de finale, bij de club, voordat we naar Oranje gingen. Dus dat was even een bittere pil, laten we het zo zeggen. En ik moest eigenlijk in 10 weken een revalidatie van, 6 maanden gaan doen. Ja. Ja, ik ga meteen rekenen, dus ik wist meteen, oké, ik heb 10 weken. Ik heb die blessure helaas al eerder gehad aan de andere kant. Dus ik wist dat ik het sneller kon doen dan de normale tijd. Dus ik heb eigenlijk gewoon even een soort van pokerface opgezet. Ik ben naar binnen gegaan, ik heb contact gezocht met mijn fysio, ik heb een eigen fysio. Ik ben eigenlijk die dag begonnen, dus ik heb dit was even parkeren, afsluiten, door. En het is een, ik denk dat ik een soort van oogkleppen op heb gezet en vertrouwen en geloof in het proces heb gehad. Ja. En heel bewust in die 10 weken heb gekozen wat mij helpt en wat niet. Ik sliep heel vaak in mijn eentje in een hotel in Almere, omdat dat dichter was bij mijn fysio. Die zit in Almere, ik woon in Den Bosch, dat is een dikke uur rijden. Het is niet ideaal als je last hebt van je hamstring en je bil. Maar dat was dus een keuze die ik moest doen om het uiteindelijk te redden. En in dat proces voel je dan misschien wel eenzaam, maar die stip aan de horizon, dat helpt mij wel heel erg. En het geloof houden in, ik kan dit en ik ga dit gewoon doen. En als ik dit heel goed doe, dan weet ik ook weer dat het weer leuk wordt. Tijdens de sessie deelde Liedewij een aantal tips over hoe je terug kunt komen na tegenslag. Ik denk dat niemand wil teleurstellen. Dus dat je dat gevoel een beetje hebt, dat is denk ik ook iets wat druk ontwikkelt. Je wil geen teleurstellingen en daarom wil je de beste versie van jezelf zijn. Hoe meer je presteert en hoe meer je jezelf hebt bewezen, hoe hoger je de lat ook voor jezelf legt. Wat een goed iets is, want daardoor groei je ook. Ja. Dus ik denk, een lat moet eigenlijk altijd iets zijn wat echt ver boven je zit. Maar als je daar naartoe groeit, moet je hem natuurlijk verder leggen. Ja. Ik ben ook wel iemand die een beetje bewijzingsdrang in zich heeft. Dus soms vind ik het ook wel lekker als mensen heel even dat tegenstootje geven. Dat ik dan echt kan gaan bewijzen van, ik ga het jullie laten zien, ik kan het wel. Als je maar bij jezelf blijft en niet over een eigen grens gaat. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Een diploma is niet iets wat je in 1 dag gaat ophalen. Daar leg je nu een fundament voor een bodem. Dus dat leren is soms stom, dat snap ik ook heel goed. Maar uiteindelijk als je heel goed leert en je uiteindelijk een eindexamen gaat doen en die haalt, dan krijg je een heel mooi diploma. En dat is iets wat goud is, zeg maar. Ben jij nou benieuwd naar comeback verhalen van andere topsporters? Houd dan onze socials in de gaten of ga naar onze website.